Omdat het mijn moederdag is, heb ik 2 DIY's voor jullie. Veel kijkplezier! Wat heb je nodig voor de eerste DIY? Ik ga een scrub maken. Daarvoor heb ik, 3 kleuren ga ik gebruiken. Rood, geel en blauw. Daarvoor heb ik 3 bakjes nodig. Die staan hier voor mij. Daarvoor heb ik een leeg potje nodig. Dit is een potje waar groente in heeft gezeten. Goed uitwassen en je kunt hem zo gebruiken. Daarvoor heb ik, je kunt 2 dingen eraan toevoegen. Aan de suiker, als je scrub maakt. Kokosolie of olijfolie. Want heb je geen kokosolie, kun je olijfolie gebruiken. Dat heeft misschien iedereen wel in de kast staan. Heb je geen olijfolie, kun je kokosolie gebruiken. En natuurlijk suiker. Ik ga als eerste de suiker in de bakjes verdelen. Zoals ik al zei, ik ga 3 kleuren pakken. Dus heb ik ook 3 bakjes nodig. Elk kleurtje apart. Moeten we even kijken, want dit is het een... En je begint gewoon met een kleine hoeveelheid. Kun je daarna altijd nog toevoegen van of je meer wil hebben. Dan ga ik nu olijfolie toevoegen. Dit is trouwens gewoon in de supermarkt kun je die kopen. Niet te veel. Net als met de olie kun je ook nog zelf nog toevoegen als het te weinig zou zijn. En die ga je goed roeren. Zoals je ziet heb ik nu de 3 bakjes klaar. Ik heb nog wel wat meer suiker toegevoegd en olie. Dan ga ik nu 1 voor 1 de kleur toevoegen. Ja, het is eigenlijk al geel, maar ik wil net iets meer geel tussen hebben. Dus dan ga ik nu de kleuren doen. Dan ga ik beginnen met rood. Moet ik ze wel eerst open krijgen? Dan doe je gewoon een paar... De rood is nu klaar. Nu ga ik verder met de geel. De geel is ook klaar. Ja, je eigen scrub, de normale scrub, is al een beetje geel, lichtgelig. Dus 1 keer eroverheen was goed. En dan ga ik nu als laatste de blauw doen. Dan ga ik de blauwe kleurstofpapier aan toevoegen. En dan ga ik net zoals bij de andere 2 ook weer door elkaar mengen, tot je een blauw kleurtje krijgt. De blauw is nu ook klaar, dus nu heb ik mijn 3 kleurtjes. Ik vind het er best wel heel leuk uitzien, moet ik zeggen. Nu heb ik het potje nodig om het erin te doen, mijn scrub. En dan ga ik laagje voor laagje ga ik het erin doen. En dan ga ik het nu in het potje doen, laagje voor laagje. Ik begin met de blauw. En dan de geel. En als laatste de rood. En dan zo ga je je bakjes leegmaken en het potje helemaal vullen. Zo ziet het eruit. De scrub is klaar zoals je kunt zien. Een leuke kleurrijke scrub heb je. Dat is toch leuk om te geven aan je moeder, of niet dan? Hij zit helemaal vol. Ik ga nu de deksel erop doen. Dan heb ik hier een lintje geknipt. En er zijn ook 2 kleuren. En dan ga ik eromheen doen. Het lintje zit eromheen. Nu ga ik nog met deze Action, Call van Action of stickers voor op het potje. Zodat ze wel kan zien ja, wat het eigenlijk is en dat het voor haar is. Ik ga even opmaken. Het gemakkelijke aan een stickervel is, je kunt het zo uitgummen als het even niet goed is. Ik heb hierop geschreven, fijne moederdag, kus. En die ga ik nou op de pot plakken. En zo ziet hij er dan uit. En dan is mijn eerste DIY af. Deze leuke scrub voor moederdag. Leuk om te maken.
leuk om aan je moeder te geven. Dan heb ik nu nog een DIY meer. Die is iets gemakkelijker, maar toch leuk om te maken. En leuk om aan je moeder te geven. Voor deze volgende DIY heb je nodig een potje. Deze komt van Action en kost 50 cent. Is een heel goedkoop potje. Daar kan de thee in. Ik heb hier voor me allemaal verschillende theezakjes liggen met verschillende smaken. Er ligt er maar aan waar je moeder van houdt, welke smaken ze lekker vindt. Die kun je allemaal in het potje stoppen. Dit is een hele simpele, maar toch leuke DIY voor je moeder. Lust je moeder nou thee, dan komt die als geroepen uit. Lust je moeder geen thee of heeft ze liever koffie, dan kun je ook koffiepads erin doen. Alles kan. Wat ga ik doen? Ik ga sowieso eerst de losse zakjes hier in het potje doen. Dit potje stop je helemaal vol met theezakjes. Met verschillende smaken. Je pakt het zakje, je haalt de inhoud eruit. Dan heb je gewoon een normaal theezakje. En dat doe je hier in het potje. Nou, mijn potje met thee zit helemaal vol. Heb je nou een moeder die van koffie lust, dan heb je hier al een koffiepad in zitten. Het maakt niet uit, alles kan. Hij zit vol met allemaal verschillende thee. Kan ze kiezen welke thee ze wil of waar ze zin in heeft. Dat is altijd handig. Ook op een kaartje tea time geschreven. Die ga ik erop plakken. En ik heb er even een leuk lintje mee gedaan. Dan ziet het er zo uit. Leuk voor je moeder te geven. Dus nu heb je eigenlijk een theepotje. En een scrub. Dat is toch leuk om aan je moeder te geven zo. Kleurrijk en kan ze toch genieten. En dan waren dit mijn DIY's. Zo zien ze eruit. Leuk om je moeder te verwennen. Met een heerlijke kop thee of met een lekkere scrub. Je kunt ze ook allebei geven. Dat is natuurlijk heel leuk. Het is leuk en kleurrijk en het is iets leuks om te geven. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat je moeder maar eens lekker verwennen op moederdag. Dan wens ik jullie een hele fijne moederdag. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog voor deze video. Vergeet niet te abonneren hieronder op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!